Danny, omschrijven ze het avondje NAC zoals jij dat ooit hebt meegemaakt? Avondje NAC is altijd hectisch. Publiek wat er massaal achter gaat staan. Of het nou goed gaat met het team of slecht met het team bij NAC, dat maakt voor het publiek niet uit. Die gaan er altijd achter staan. Het zit altijd vol en er hangt altijd een lekkere sfeer. Dus ja, ideale omstandigheden voor een voetballer om daarin te voetballen. Dat is waar je het voor doet. Zaterdagavond gaat Danny Buijs met FC Groningen op bezoek bij NAC Breda. Als speler van FC Groningen speelde Buijs twee keer een uitwedstrijd tegen NAC. Op 25 februari 2005 won hij met 1-4. Met een goed schot. Oh, prachtige goal van Erik Nefland. Zijn zesde. Van Gessel leidt het overleg. Selman, Van der Linden en Buijs daarbij betrokken. Ook Nefland, een toehoorder. En de wind heeft steeds veel vat op de bal. Uitstekende corner, ingekopt door Van Gessel en dan is het wel raak. 2-1 voor FC Groningen. Van der Linden, ook Van Gessel. Geen buitenspel voor Seedorf die de wedstrijd kan beslissen. Stefano Seedorf tegen zijn oude ploeg. 3-1. Leurling had vast. Kerstef, 4-1. Ook dat nog. NAC krijgt een enorm pak slaag van FC Groningen. Als je in een vol stadion mag spelen waar een enorm leuke sfeer hangt. Ja, en als je de tegenstander bent, dan hangt er een wat vijandigere sfeer richting jou. Maar dat kan ook het beste in jezelf naar boven halen. Maar die sfeer gaat er absoluut komen. Ik denk dat je het daarvoor doet als voetballer. Op 30 november 2005 eindigde NAC FC Groningen in 2-2. Nu de vierde voor Groningen, ja. Het is weer gelijk. Hij juicht zeer ingetogen. Wel de radslag. Fondante. Levchenko, Matthijs. Lindgren. Lindgren, mooie beweging van Rasmus Lindgren. Die plaatst die bal, die blijft hangen en die zit erin. Het is opnieuw een oudspeler van NAC die scoort. Het is dit keer Glenn Selman. Zaterdagavond verwacht Danny Buijs een hectisch avondje NAC. We zijn allebei op zoek naar de punten. Vol stadion, dus avondwedstrijd. Er zit over het algemeen wat meer sfeer in. Dus ik verwacht wel dat een lekkere sfeervolle wedstrijd gaat worden. Ja, dan bereid je je een week voor op die wedstrijd. Je hoopt natuurlijk dat de jongens dezelfde intensiteit kunnen brengen als tegen Feyenoord. Hoe kun je daarop trainen om ervoor te zorgen dat ook gebeurt? Ja, is lastig. Kijk, we proberen gewoon in deze week met trainingen bepaalde vormen ons voor te bereiden op die wedstrijd. We hebben nog nabespreking gehad van Feyenoord, de beelden laten zien. We hebben nog individueel met jongens gezeten. Ja, dat is altijd de grote vraag. Hè? Van oké, heb je voor je gevoel alles eraan gedaan deze week om je zo optimaal mogelijk voor te bereiden? Nou, we hebben zo onze laatste training. En dan uiteindelijk moet je het vertalen naar de wedstrijd. Bij tegenstander NAC staat de druk er flink op, aangezien de ploeg uit Breda onderaan staat met 16 punten. Ja, ik moet zeggen, ik ben helemaal niet zoveel met NAC bezig. Ik ben meer met onszelf bezig. We hebben invloed op onszelf. We hebben de laatste weken prima gedaan. Veel energie erin gestopt, taken uitvoeren. Proberen goed te voetballen, beter te worden aan de bal. Ja, dan heb je invloed op een resultaat. Ik heb geen invloed op NAC. En of zij vinden dat dit hun laatste kans is of niet, ja, dat boeit mij ook niet zoveel. We moeten naar onszelf kijken. FC Groningen gaat met vertrouwen naar Breda. Zeker na het goede spel van afgelopen zondag tegen Feyenoord. Sommige momenten gaat beter. Tegen Feyenoord waren er ook 6-7 momenten dat wij gewoon een ultieme kans krijgen om de tweede te maken. En dan heb ik het niet over dat zeg maar, het schot een keer niet op doel is. Of dat de keeper hem tegenhoudt of dat een eindpaas verkeerd is. Maar er waren wel een flink aantal momenten dat zeg maar, de keuze die we maken aan de bal. Of de nauwkeurigheid van de paas van grote invloed is of het daadwerkelijk een kans wordt. Daar kunnen we nog steeds wat stapjes in maken. Maar prima, mooie uitdagingen nog voor de komende weken.